NOS Journaal. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het NOS Journaal van 5:30. Orkaan Zelda is aangekomen in New York en heeft een verschrikkelijke ravage aangericht. 3 mensen zijn overleden en 2 zijn gewond, maar in stabiele toestand. Orkaan Zelda heeft vandaag in Amerika veel aangericht. Ik werkte voor een kinderthuis en ik hoorde allemaal gerommel. Ik werd net wakker, dus ik ren naar het raam om te kijken wat er aan de hand is. En ik zie van alles omver gaan. Ik zie een hele windvlaag voorbij komen. En ik wist niet wat ik moest doen. Ik ben naar buiten gerend. Ik denk, ik moet de kinderen helpen. Ik moet iets gaan doen. Het leger kwam al snel in actie. Er zijn voedselpakketten gebracht bij de dichtstbijzijnde sporthal. Hulpverleners waren snel ter plaatse. Bewoners van het omliggende dorp worden geëvacueerd. Vele kinderen zijn hun ouders verloren tijdens de orkaan Zelda. Hulpverleners gaan op zoek naar de ouders. U had deze orkaan al voorspeld? Ja, dat klopt. Dankzij mijn jarenlange theorie had ik al uitgevonden dat deze orkaan zou plaatsvinden. Maar ik werd niet serieus genomen. En zoals u ziet, je moet altijd luisteren naar elkaar. En dan had ik deze ramp kunnen voorkomen. Want het is echt verschrikkelijk. In één woord, verschrikkelijk. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn? Nou, ik ben bang dat er vele levens zullen kosten en gewoon alles wordt verwoest. En het is niet de enige orkaan die komt. Ik heb er veel meer voorspeld, dus wacht maar af. Het plan voor een megabioscoop is in het water gevallen. Mogelijke oorzaak is het breken van de zeespiegel in 1000 stukjes. Plan gekomen. Nou, ik heb hier zelf gewoond als kind zijnde. En er was gewoon zo weinig te doen hier dat het mij een heel goed plan leek om een grote bioscoop, zeg maar, waar de jongeren lekker hun ding kunnen doen. Oké. En wist u van het gevaar van de stijging? Ja, nou, dat wist ik wel, maar ik wist nooit dat het zo dichtbij zou komen. En wanneer denkt u dat de bioscoop er zou zijn? Of hij er überhaupt wel zou zijn? Ja, nou, hoe het er nu uitziet, dat is, het wordt een beetje moeilijk, maar we denken dat hij er in 2015 sowieso hoort te staan. Oké, bedankt. Wat vindt u van de plaatsing van de megabioscopen in uw omgeving? Nou, ik vind het echt prachtig, want het is een nieuwe recreatie voor de jongeren. En ze zeuren al zo lang dat er hier niks te doen is, dus ik vind het echt een geweldig idee. En ook voor mezelf, sorry hoor, maar ook voor mezelf, want ik hou ervan om naar de bioscoop te gaan. Voelt u zich veilig achter deze dijk nu u weet dat de zeespiegel stijgt? Ja, ik heb het gehoord, ja. Ik voel me eigenlijk wel heel erg veilig, want ik vind dat ik er ver vandaan zit. Dus ik maak me niet echt druk. En denkt u dat het plan ooit gerealiseerd kan worden? Ja, ik denk het niet, want de overheid heeft meestal wel veel woorden en weinig daden. Dank je. Vanuit de lucht is alles goed te zien. De klimaatverandering zorgt niet alleen voor een ander klimaat, maar ook voor de stijging van de zeespiegel. De plannen voor de bouw van de megabioscoop die hier zouden moeten komen is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Zo ziet het eruit en zo zou het eruit moeten zien. De politiekasten van afgelopen jaar om rellen tussen bevolkingsgroepen te voorkomen zijn fors toegenomen. Om dit te verminderen wordt er integratiecursus opgezet voor het politiekorps. De kosten als gevolgen van rellen zijn dit jaar explosief gestegen. Het is dus zo dat er zijn dus heel veel rellen en dus moeten wij steeds meer nieuwe politiemensen erbij halen eigenlijk. De politie en de minister van Justitie willen een verplichte integratiecursus invoeren. Nou, het is hier in Nederland van uiterst belang dat iedereen elkaar respecteert hoe diegene is. Maar of de gewone man op straat het hier nou zo mee eens is? Nee, waarom zou je dat doen? Ik bedoel, ik ben zelf toch ook een Nederlander. Ik bedoel, al die buitenlanders hier, die schieten er ook niet veel mee op. Ik bedoel, ruzie is ruzie. Ik vind nou het Nederlands of vind het Marokkaans? Ja, ik bedoel, scheid. Wat is dan volgens jou de oplossing? Oplossing? Ik weet niet wat een oplossing is. Ik bedoel, het gaat toch hartstikke lekker zo? Ik bedoel, als je gewoon een klap van je kamers krijgt, dan krijg je die gewoon. Hoef er geen oplossing te zoeken. Ik bedoel, als je een klap krijgt, dan ben je gewoon knock-out. Dan moet je gewoon de buurt uit. Klaar. Slaat dit op, in hemelsnaam. Fuck de god, man. Goh, gladiol. 2 jongeren uit Rotterdam dachten een leuke middag te hebben met een op afstand bestuurbare vliegtuigje. Totdat het vliegtuigje was neergestort in een Boeing 747 op het vliegveld van Rotterdam. De pret was voorbij.
Daarom is er ook een alcoholtest bij de jongens afgenomen. Op het vliegveld van Den Bosch is gisteren een privévliegtuig van een Cubaanse baron neergestort. Vermoedelijk was die piloot 15 jaar en dronken. Er wordt ook nog een drugstest afgenomen. De baron is verongelukt, maar de drugs is veilig. Wat is er precies gebeurd? Vijftien jaar piloot. Mijn broer. Mijn vriendin. Alles. Ik kan het niet. Om de jongens van de brandweer te roepen. Daarna hebben we de ambulance gebeld en de politie was er ook gelijk bij. Echt niet goed hoor. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik werk hier al 10 jaar. Maar dit is echt het meest vage wat ik hier heb meegemaakt. Het is echt, ik ben zwaar geschokt. Ik heb er geen woorden voor. Dit is echt ziek gewoon dit. Het is echt raar. Echt een vuurbal. Echt niet goed. U hoort de dames en heren. Deze jongen is zwaar getraumatiseerd. De drugs is in ieder geval veilig. Ik ben vandaag aangekomen in Lift, een klein dorpje midden in Nederland. De sfeer is hier echt gezellig. Het is hier boven wel een beetje grauw, maar de zon staat er goed op. Het waait hier ook flink, vooral in het weekend. Morgen dan zijn we in Burgers' Zoo voor de koaladag en hopelijk worden ze lekker in het zonnetje gezet. Dag! Dit was het journaal van 5:30. Morgen zijn we weer, dezelfde tijd, dezelfde zender, met andere onderwerpen. Tot morgen!